je vraagt bepaalde adviezen over en weer. Ja, zoals bij elke samenwerking moet je elkaar een beetje aftasten. Maar in ieder geval de communicatie, het is een goede communicatie, het is netjes. De beplating voldoet aan de eisen en de specificaties die gesteld worden. Dus het ziet er veelbelovend uit. De keuze voor Magox, is die dan onlosmakelijk verbonden met dit systeem of kan dat wisselen? Dat mag wisselen. Wij hebben in dit geval voor Magox gekozen omdat die en verwerkt als een plaat zoals we dat eigenlijk ook gewend zijn. Dus dat zorgt niet voor grote veranderingen binnen onze fabriek. En hij is natuurlijk brandwerend, wat natuurlijk voor de brandtesten die wij hebben genomen een grote bijdrage heeft gehad. Met steenstrippen, de verlijming, de isolatieplaat en hebben daarbij ook een verplichten ze ons eigenlijk om met een bepaalde plaat als achterconstructie te werken. Nou, Magox is een van de platen die voldoet aan datgene wat zij voorschrijven. En zo hebben wij ervoor gekozen om voor dit project Magox toe te passen. Wil je meer weten of een samenwerking? Neem contact met ons op.